Jeffrey Bataille, die weet dat hij gaat winnen. Dat hij de marathon, de 25e marathon van Eindhoven gaat winnen. Dat hij nog wat mensen gaat passeren. Recreanten die aan hun eerste ronde bezig zijn. Maar voor hem zit het er bijna op. En als hij dat binnen een minuut doet, dan gaat hij het parcoursrecord van Eindhoven toch nog verbreken. Het zal erom hangen. Het zal heel erg spannend worden. Hij zal ongetwijfeld ingefluisterd zijn dat parcoursrecord letterlijk en figuurlijk geld waard is. Hij zal ook voor zichzelf die barrière van 2 uur 8 in stand houden. Oei, wat wordt dat spannend. Want hij, hij loopt het. Het gaat erom hangen. 2 uur 8, dat is een barrière die wil hij doorbreken. 2 uur 7 minuten en 57 seconden is een barrière die hij wil doorbreken. En gaat hij dat pakken? In de verte ziet hij de finishdoek. Het wordt echt secondenwerk. 42 kilometer, 195 meter lopen. En dan gaat het om een paar luttele seconden. Het is aftellen. Hij gaat het pakken. Ja, snap. Hij gaat het pakken. Ongelooflijk. Ja. 2 uur, 7 minuten. En wat zal het zijn? Yes. 49 seconden. Niemand had erop gerekend. Hij heeft een enorme hap genomen van de schema's die wij hier voor ons ogen hebben. Ja, en ik vind het waanzinnig wat hier gebeurt. Zagen we het vorig jaar aankomen. Nu heeft hij zichzelf en iedereen verbaasd. Ongelooflijk. Ja, dit is ongelooflijk. Not op, de naam om te winnen deze race. Was het een hard race? Het was hard race. En I was in groep 2. You got a new track record. Congratulations. Fantastic. Thank you.